Dit is Business Club Radio. Voor ICT Valley en Food Valley. Voor ondernemers en bestuurders. En vanavond met Wim van Silfhout van directeur VST ICT en Telecom. Goedenavond, dames en heren. Weer een uitzending van Business Club Radio, waarin wij iedere week een ondernemer of een bestuurder uit de regio Food Valley te gast hebben en waarin we praten over passie van ondernemen en hoe dat iedereen daarover denkt en wat hij doet en waarom dat hij het doet. En vanavond is de beurt aan Wim van Silfhout. Goedenavond, Wim. Ja, goedenavond, Jan. Wim, wij beginnen altijd even met een voorstel rondje van de achtergrond. Waar kom je vandaan? Waar ben je opgegroeid? Zeg het eens. Ja, ik kan ook me voorstellen. Ik ben Wim van Silfhout, ik kom uit Veenendaal. Ja. De mensen van mijn leeftijd zijn allemaal zo'n beetje geboren in toen nog Juliana ziekenhuis. Ja. Dat was Renen eigenlijk. Mm-hmm. Maar mijn hele leven eigenlijk in Veenendaal woonachtig geweest. Kom uit Franse Gat. En het Franse Gat, dat was vroeger zeg maar een hele mooie wijk. En behoorde tot de kern van Veenendaal eigenlijk. De wegwijzer was de school, het Ichters College heb ik doorlopen. En ook de lokale rode clubkleuren van Dovo verdedigd. Ik hoorde al zoiets van Gert van vorige week. Ja. Gert moest hebben van de inzetten. Ik was meer wat van de flegmatiek en de techniek, zeg maar. Van okay. Het slimme voetbal. Gert was meer van de passie en de hartstof, zeg maar. Mm-hmm. Overigens was hij wel heel goed in. Dat moet ik wel zeggen. Okay. Ik heb mijn bedrijf in Veenendaal. Daar zijn ook mijn twee kinderen, zeg maar, die werken in het bedrijf. Mijn dochter is verantwoordelijk voor de processen en de procedures. En mijn zoon die zit echt in, zeg maar, de techniek. Hmm. Dus en heb ik nog een familielid erin zitten. Mijn zus die receptionist is. Dus er zijn heel veel familieleden. Echt family life. Ja. Ik ben getrouwd met Claudia. Ik ben 51 jaar. En ik heb een jachthond. Dat is ook niet onbelangrijk. Om te jagen? Nee. Ik heb een hele mooie tackle. En noem je een jachthond? Formeel is het een jachthond. Is het zo? Ja, een dachshund, mm-hmm. Zoals dat de Duitsers betamen. Ja. En hij vergezelt mij op mijn mannelijke uurtjes in de veranda als ik in de avontuur af en toe een lekker sigaartje opsteek. Oh, jij bent een sigarenman. Ja, ik ben zelfs voorzitter van het Veenendaals Sigarengenootschap. Zo. En dat is een hartstikke leuke club. En dat is in een ontspannen sfeer genieten met elkaar van af en toe een lekkere opsteker. Dat zal mijn zoon interessant vinden. Die is ook een grote sigarenfan. Daar heb ik het straks nog wel buiten de radio over. Ja, dat is goed hoor. Maar hoe lang ben je al bezig met je bedrijf? Nou, ik ben VST gestart eigenlijk in 2010. Ik heb me in 2009 ingeschreven. En dat kwam eigenlijk voort omdat ik zou eigenlijk een telecombedrijf overnemen. En de vraagprijs die was iets te hoog. Dus toen heb ik gezegd van, nou, dan begin ik het zelf maar. We gaan er zo van alles over horen.